aflevering van het Kerstjournaal, aflevering 7. En jullie kan ook steeds helpen van de kerstman op bnp.nl of bnpportabel.nl. Morgen is vast feest. Weet je waarom? Hij komt toch uit de Noordpool. Jullie hebben geluk, blijf afstand, gezond blijven. Als je verkouden niet naar iemand naartoe, dan besmet je iemand. Dat vind je toch niet fijn. Pak eens even. Jongens, ik ga contact maken met... Ik ben even niet... Jongens, wacht. Ik kom zo, hè. Ja, mag ik heel even uit de studio? Oké, als jij het wilt. Ik kom heel even zo. Ik ben er weer, omdat... Wacht. Het is 's avonds, jongens. Misschien kennen jullie vast wel de hulpers van de kerstman. Als je een kerstboomliedje of een kerstboom opzet, maak een mooi liedje en stuur daarna ons op naar pnp.nl of bij de App Store. Even kijken. Oh ja, als het cadeautjes voor de kerstman is, stuur nog ons op en maak een foto van. Als je de kerstman al lang is, stuur naar ons op naar via pnp.nl. Schrijf ik ook hier even op. Hè? Heel vreemd. Oh ja, bij juffrouws en meesters wil ik ook even een belangrijke tip. Omdat vandaag is het jullie allemaal van school ontbijt. Ja, kerstontbijt, kan ik zo even zeggen. Nog een fijne, ook van meesters, ook directeurs, nog een fijne kerstdag. En nog veel plezier, blijf gezond voor iedereen en goed doen. En als iedereen een kerstboomliedje, zeg maar, kom nou ons op en maak een mooie foto van. Stuur nou ons op via pnp.nl. Heb nog ik ben ook een beetje in de war. Hoe heet hij nou, jongens? Oh ja, korte nieuws, ja. Max, hij is pas 6 jaar en hij wil graag iets zeggen naar de kerstman, geloof ik. Max, wat wil je zeggen? Oh ja, je wil graag... Een liedje. Ja, ik heb voor mijn intro ook een liedje. Maak een foto of een video en stuur dan naar ons op via PNP. Dat kan iedereen natuurlijk. Iedereen kan dat natuurlijk doen. Ben ik ook een beetje in de war. Dat is goed, Max. Dus stuur naar ons op, hè. Oh ja, nee, wacht. We hebben nog één laatste bericht van... Frank. Ik weet niet, Frank. Ja, Frank, wat is er? Je wil graag iets aan de kerstman zeggen. Dat kan via PNP. Hier is hij nog niet. Dus zeg maar gewoon daarop. Is dat goed? Dag, Frank. Dit was het kerstjournaal. Morgen zijn we gewoon weer. Je kan nog steeds video's maken, spelletjes spelen, alles. Dus natuurlijk heel veel logisch op. Nou, via logisch natuurlijk. Als iedereen dat kan, kan iedereen dat ook. En jongens... Oh ja. Morgen is natuurlijk... Ben ik gewoon weer hier op... Weet je hoe laat ben ik op hier? Is ook zoveel ook van marathon. Ik denk 1 uur, 2 uur, 4 uur en 8 uur, denk ik. Zo, jullie hebben gehoord. Ik ga me lekker slapen nu of straks. En ik zie jullie morgen. Tot morgen.